Tjus, veel spas. Hoi en tof dat je er bent, deze keer vanuit de hoofdstad van Duitsland. Herzlich willkommen in Berlin. Een stad met een rijke geschiedenis, zo werd het na de Tweede Wereldoorlog opgedeeld in een Oost en West. Om ervoor te zorgen dat niet iedereen met een beetje intellect uit het oosten zou verdwijnen, werd in 1961 begonnen met de bouw van de Berlijnse muur. En van de een op de andere dag konden families, vrienden en kennissen elkaar niet meer zien. Ze waren gescheiden door de muur. En dat bleef zo letterlijk tot de val van de muur in 1989. En waar die gelopen heeft, ja, op sommige plekken hebben ze dit soort stenen in de grond gelegd. En vroeger kon je het zien vanwege de stoplichten. Het ampelmannetje was het teken van Oost-Berlijn. En na de val van de muur wilden ze eigenlijk alles gelijk trekken. Lekkere Europese norm. Maar er kwam protest. En sinds 2005 is het ampelmannetje terug. En hebben ze hem ingevoerd in heel Berlijn. De stad zit vol met prachtige gebouwen. Zoals bijvoorbeeld de Brandenburger Tor en de Rijksdag. Maar ook deze joekel. De Fernsehturm. Inderdaad, wat een mast. Mooi eikenpunt trouwens om te kijken waar je bent in de stad. En het allermooiste is dat je naar boven kan. Hij is ruim 360 meter hoog en je kunt met de lift naar 203 meter. Maar koop je tickets wel van tevoren, dan kun je er snel doorheen en ze kosten ongeveer 20 euro. En over dit gebouw heb je waarschijnlijk wel eens een geschiedenisles gehad. De Reichstag. Inderdaad, afgebrand in 1933. En die brand zou zijn aangestoken door een Nederlander, Marinus van der Lubbe. Maar of dat echt zo is, is eigenlijk nog steeds de vraag. Na de val van de muur werd het opnieuw het parlementsgebouw, de Bundestag. Met bovenop deze koepel. En die kun je bezoeken. Hoe tof. Je moet alleen van tevoren wel tickets bestellen. Ze zijn gratis. En daarvoor heb je een ID of een paspoort nodig. Ze moeten even checken of je geen gekke dingen hebt gedaan in het verleden. En de Reichstag die stond dus in het westen. En deze klassieker in het oosten, de Brandenburger Tor. De laatst overgebleven oude stadspoort. En sinds 1989, na de val van de muur, werd dit het symbool voor de vrijheid. En vlak daarbij vind je deze indrukwekkende plek, het Holocaust-monument. Ruim 2700 betonblokken en die staan symbool voor de onnodige slachtoffers, de onschuldige slachtoffers vooral, die zijn gevallen tijdens de oorlog. En iets verderop vind je misschien wel de grootste toeristische trekpleister van Berlijn. Hierachter Checkpoint Charlie, de oude grensovergang tussen Oost en West. En dit gebouw hierachter is niet echt. In 1990 werd het afgebroken en in 2000 hebben ze een replica neergezet met alle bombarie er weer bij. Kijk maar. Wat deze stad voor mij echt uniek maakt is de creativiteit, maar ook de rauwheid. Dat zie je terug in de gebouwen, maar ook in de street art. Zo mooi. Alleen de overheid denkt er anders over. Per jaar geven ze hier zo'n 35 miljoen euro uit om de stad schoon te houden.
Ze hadden hier 3 luchthavens. Tempelhof, Tegel en Schönefeld. De laatste 2 zijn nog open. Maar Tempelhof hebben ze een paar jaar geleden dichtgegooid. En daar hebben ze een recreatiegebied van gemaakt waar je gewoon op kunt. De leukste manier om daar te komen is een fiets huren. Dan heb je gelijk een mooie tocht. En als je aankomt, heb je de mogelijkheid om over de oude start- en landingsbaan te fietsen. I got your eyes on my mind. You're like a fine bottle of wine. I crave your kiss all the time. Baby, I wanna drink you up tonight. Vanwege de historie van deze stad heb je niet echt één groot centrum, maar allemaal kleine wijkjes met hun eigen sfeer. Een van mijn favorieten is hier, Mitte, een shop Walhalla. Je vindt niet alleen de grote merken hier, maar ook boutiquewinkels. En alles op loopafstand. You keep making me feel. Die muur die zag er zo uit. Bij de Potsdammerplatz, in de drukte, hebben ze nog een paar stukken muur neergezet, zodat je kunt zien hoe die er lang geleden bij stond. You just said please, I think I drank too much. I said what can I do? You said ze hebben hier geen strand, maar ze hebben dat heel leuk opgelost door allemaal strandstoelen te leggen aan het water, waar je lekker kunt chillen. Wat je kunt doen op een mooie dag zoals vandaag is een wandeling. En mijn favoriete is door Oost-Berlijn, weg van al die toeristische attracties. Kom je onder andere langs dit mooie slot, wat overgebleven is na de Tweede Wereldoorlog. Het werd niet gebombardeerd. Maar ook de huizen waar de oude leiders van de DDR hebben gewoond. Ja, en dan zie je dat zij het een stuk beter hadden dan de rest van de bevolking. En de route die je kunt lopen zet ik hieronder in de comments voor je. Heb je wat gehad aan mijn reisverslag uit Berlijn? Geef dan een duimpje omhoog, sympathiek. En wil je niks missen van mijn andere reizen? Abonneer je dan op mijn YouTube-kanaal. Dat is helemaal gratis en verrijkt bovendien je kijk op de wereld. Of klik op een van de andere video's die je nu in beeld ziet. Tot ziens. Ciao. Hasta luego.